Vandaag kreeg je per post een pakket met een fantastisch cadeau. Ah. Je vermoedt dat het om een vergissing gaat, want je hebt dat pakje eigenlijk nooit besteld. Nochtans is de factuur wel op jouw naam opgesteld. Wat nu? Als je niks besteld hebt, moet je ook niets betalen. Ook al is het bedrag van de factuur niet hoog, niet betalen is de boodschap. Je hoeft het artikel zelfs niet naar de afzender terug te sturen, ook al eist hij dat of dreigt hij met gerechtelijke stappen bij niet-betaling. Weet dat de wetgeving aan jouw kant staat. Geen bestelling, geen betaling.